voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiobooks downloaden. We hebben inmiddels de Anger verlaten en staan nu voor dit barokke paleis, de Staatskanselarij. Het gebouw is ontstaan uit de samenvoeging van twee voormalige renaissancehuizen, Zum Stolzen Knecht en Zur Güldenen Vlechte. Tussen 1699 en 1802 zetelden hier de Kurmainzische stadhouders, die van hieruit de stad Erfurt regeerden in opdracht van de vorstenbisschoppen van Mainz. In 1802 kwam de stad onder Frans bestuur. In 1808 verbleef en werkte Napoleon Bonaparte enige maanden in dit gebouw en maakte bij die gelegenheid kennis met Johann Wolfgang von Goethe. Tussen 1816 en 1933 was het een gouvernementsgebouw. Tussen 1933 en 1940 verrichtte de Gestapo hier zijn akelige werk. In de DDR-tijd zat hier het bestuursapparaat van de Kreis Erfurt. Nu is hij de Thüringer Staatskanselarij. Direct op de achtergrond rijst de beruchte plattebouw, de DDR-hoogbouw, op. Als Friedrich von Schiller in Erfurt was, verbleef hij meestal hier, in het huis Zum Bürgerstreit, Langebrücke 36. Bijzonder aan dit gebouw is de erker, die op slechts één voet steunt. Nu naderen we de Domplatz. In de verte zien we al de karakteristieke kerktorens opdoemen, die hoog boven de Domplatz uittornen. De Domplatz is met zijn 2 hectare een van de grootste pleinen van Europa. Het noordelijk gedeelte van het plein was tot 1813 met huizen bebouwd. Die gingen verloren toen de citadel en een deel van de binnenstad tijdens gevechten tussen de Franse en geallieerde troepen in brand werden gestoken. Waar vroeger de huizen stonden, bestaat nu de bestrating uit lichte betonstenen. Het oorspronkelijke plein is uitgevoerd in zwarte basaltkeien. Midden op de Domplatz staat een obelisk. Die is opgedragen ter herinnering aan het bezoek in 1777 van J.K.F. van Erthal, de aartsbisschop van Mainz. In gezwollen taal wordt hij de beste vader van de deelstaat genoemd. Het plein wordt omzoomd door een prachtige rij bontgekleurde panden die het geheel een romantische sfeer geven. Op dit grote plein verzamelden zich in 1989 grote mensenmassa's om succesvol te demonstreren tegen het DDR-regime. Hoog boven de Domplatz verheffen zich de twee bekendste kerken van de stad, de Mariendom en de Severikirche. Mariendom ligt precies op de plaats waar Bonifatius in 1742 zijn kapel heeft opgericht. Het grootste gedeelte van de Mariendom stamt uit de 15e eeuw. Alleen het onderste gedeelte van de Romaanse torens is ouder. Overblijfselen van de kerk die hier eerder stond. 2 keer zijn oudere kerken ingestort. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1452. Een monumentale brede trap met 70 treden, de graden genoemd, leidt van de Domplatz naar boven, recht op het voorportaal van de Mariendom af. Vanaf de trap is goed te zien dat de Mariendom slechts gedeeltelijk op de heuvel rust. Het koor staat op de kavaten, een enorme fundering die het niveauverschil tussen de heuvel en de Domplatz overbrugt. De brede trap naar boven is enkele keren per jaar een podium voor culturele manifestaties. Vlak naast de Mariendom ligt de Severikirche.
Deze kerk manifesteert zich veel bescheidener, gedeeltelijk schuilgaand achter de prelatenwoningen ervoor. Met de bouw van deze oorspronkelijke kloosterkerk is in 1278 begonnen. De kerk is genoemd naar een heilige die bekend staat onder de naam van Severus van Ravenna. De inmiddels bijna geheel gerestaureerde citadel is een monument dat goed laat zien hoe de Europese vestingbouw er in de 17e tot de 19e eeuw uitzag. Bij het naar binnen gaan moet je eerst een flinke klim maken. Vervolgens loop je tussen twee enorme verdedigingsmuren door. Rechts is het bastion Leonard met muren tot 20 meter hoogte en links het Petersravelijn. Dan ga je een trap op en kom je bij de imposante hoofdpoort van de citadel, de Peterspoort. Dit is de eigenlijke toegang tot de citadel. Boven de poort pronken het wapen en de tekst Citadelle Petersberg. Pas nadat je de tunnel met wachtlokaliteiten achter de poort helemaal uit bent gelopen, sta je echt in de citadel. Het zicht vanaf de vesting op de stad is spectaculair. Eeuwenlang, tot 1965, was de citadel militair terrein en dus niet toegankelijk voor gewone burgers. Maar nu is de vesting grotendeels vrij toegankelijk. Waar nu de citadel verrijst, stond heel vroeger het Benedictijner klooster Sint Peter en Paulus. Eeuwenlang heeft er een bloeiende monnikengemeenschap gewoond. Het feit dat zij regelmatig onderdak boden aan het hof getuigt van hun aanzien. Tijdens de reformatie daalde het aantal monniken drastisch. Nadat de aartsbisschop van Mainz in 1664 Erfurt veroverd had, wordt er tussen 1664 en 1726 onder leiding van eerst een Italiaanse en later een Duitse bouwmeester, een citadel gebouwd. In 1806 trekken Franse troepen de citadel binnen en vernietigen de resten van het oude klooster. Na het vertrek van de Fransen en de verovering door Pruisen, bevestigt het Wener Congres in 1815 dat Erfurt bij Pruisen behoort. Omdat Erfurt nu de zuidflank van het Koninkrijk Pruisen moet verdedigen, krijgt hij de status van vesting der eerste klasse. En de Petersberg vormt de ruggengraat van de vesting Erfurt. Daarom wordt de citadel na 1815 verder uitgebouwd. Na de vernietiging van het oude wachtgebouw in 1813 is in de jaren 1822-1823 de Neue Wache gebouwd door het Pruisische Ingenieurs- en Pionierskorps, als onderdeel van een grote vernieuwing naar de nieuwe Pruisische normen voor een vesting der eerste klasse. De buitenmuren van de Neue Wache zijn 1 meter dik. Dit gebouw, net naast de Neue Wache, is tussen 1913-1914 opgericht als de militaire gevangenis van de vesting, met 30 cellen. De norm voor die tijd was 1 tot 2 cellen per 100 soldaten. Na 1920 was het een politiegevangenis en in 1933 werd het een dependance voor een concentratiekamp. Honderden gevangenen werden hier verhoord en gefolterd. De Pruisische vestingleer was erop gericht dat de verdedigingskracht van de vesting van buiten naar binnen toe groter wordt. Deze verdedigingskazerne is eigenlijk een vesting binnen de vesting, helemaal gericht op de verdediging. De kazerne is tussen 1828 en 1831 gebouwd, deels boven de gewelven van het oude klooster. Het was een bomveilig onderkomen voor ongeveer 500 soldaten. In de dikke muren zaten geschutsopeningen. In de Tweede Wereldoorlog werden op het dak twee luchtafweerstellingen ingericht. Vanaf 1944 werd het gebouw gebruikt voor de opvang van verdreven Duitsers uit het oosten en na 1945 ook voor de opvang van terugkerende krijgsgevangenen. Na 1950
benut de DDR-politie-eenheden het gebouw als een sporthal. Hoe het uiterlijk kan bedriegen. Het valt nauwelijks voor te stellen dat dit gebouw eens de grootste basiliek van Thüringen was. Van het voormalige klooster is alleen deze Peterskerk bewaard gebleven. De Peterskerk is tussen 1103 en 1147 gebouwd als Benedictijns Kloosterkerk. Het kerkgebouw is sober uitgevoerd. Eeuwenlang heeft er een bloeiende monnikengemeenschap gewoond. Het feit dat zij regelmatig onderdak boden aan het hof getuigt van hun aanzien. Tijdens de reformatie daalde het aantal monniken drastisch. In 1803 is het klooster geseculariseerd. Toen de citadel door Napoleons troepen was bezet, werd de kerk als paardenstal gebruikt. Het interieur en de klokken werden verkocht. Door een Pruisische beschieting werd de kerk en klooster in 1813 in brand geschoten en zwaar beschadigd. Later werd een houten verdiepingsvloer aangelegd die ook nu nog de kerk in twee lagen verdeelt. De zware, oude stenen kolommen herinneren nog aan de grootsheid van de kerk uit vervlogen tijden en lopen over de twee verdiepingen door. Nu is de voormalige kerk een tentoonstellingsruimte. Het Panoramacafé is de eerste nieuwbouw op de Petersberg sinds bijna 100 jaar. Het moderne bouwwerk heeft zijn erfgoed wel de tongen losgemaakt. Kritiek is er op de moderne architectuur. De vraag is of dit terecht is. Vanuit het gebouw heeft men een prachtig uitzicht op de omgeving, maar vanuit de stad valt het gebouw niet op.